Een van de hoofdissues is migratie. Ik zou zeggen, dat heeft nou werkelijk geen bal te maken met de, met de problemen waar de provincies voor staan. Dat is nou voor stikstof alleen. Aangezien de overheid weer zo onverstandig geweest is om dit ook weer te decentraliseren naar de provincies toe. Waardoor je weet dat het allemaal nog trager, moeizamer enzovoort gaat verlopen. Maar ja, bij migratie, daar hebben de provincies nou werkelijk geen bal over te zeggen. Met verlosse, kunt u mij horen? 28 februari belooft uh, speciaal te worden. Uh, speciale aflevering dan van deze podcast in Utrecht. En uh, daar kun je bij zijn uh, door te klikken op het linkje in de show notes. Koor je uh, de laatste tickets die beschikbaar zijn. Uh, vandaag van alles wat in de aflevering. Uh, situatie in Rusland en Oekraïne gaan we bespreken. De aanval van Kaag op rechts. Die komt voorbij. Uh, je hebt ook iets over Birmingham in Engeland. En we beginnen eventjes met een inkomende vraag van uh, Bram Krikke. Ken je Bram Krikke? Ja, die heeft ooit aan de slimste mensen deelgenomen. Oh, ja, die had een filmpje gestuurd. Even kijken of ik dat nou kan laten zien en ook kan horen. Hallo, Tom en Maarten. Bram Krikke hier. Ik uh, luister altijd met veel plezier naar jullie podcast. Ik moet ook zeggen, altijd als ik naar werk rijd en ik ben bezig met weer gebakken lucht en onzin. Want daar bestaat mijn werk uit. Vind ik het heel fijn om toch nog een beetje inhoud tot me te krijgen. En jullie zijn een van de weinige podcasts. Zeg maar gerust de enige. Die dat kunnen. Dus complimenten daarvoor. En ga zo door. En tot slot heb ik ook nog een kleine vraag voor Maarten. Uh, Maarten geeft namelijk best wel vaak boekentips, leestips. Maar ik hoor hem eigenlijk nooit over goede film- en serie tips. Terwijl die toch ook wel eens via het laptopje aangaan op vakantie. Dus ik ben heel erg benieuwd, beste Maarten, wat is nou echt een goede film-dan-wel serie? Ik ben benieuwd. Ga zo door en tot de volgende. Waarom ja, ik, de, ik heb vrij regelmatig ook tips gegeven. Dacht ik over series. Die ik uh, goed vond. Uh, die kan ik nog eens een keer herhalen, maar dat is misschien voor sommigen dubbel op. Uh, wat ik geweldig vond, dat was die Babylon Berlin serie. Daar heb ik meerdere malen de lof van gezongen. Uh, ik vond natuurlijk die uh, HBO serie over Tsjernobyl. Is, is, is enorm knap gemaakt. Dat is niet helemaal. strookt niet helemaal met de werkelijkheid. Maar dat is niet zo erg. Het is gestileerd op sommige punten. Dat is misschien wel begrijpelijk. Ik vond de Kruin natuurlijk een prachtige serie. Kijk, het Engelse Koninkrijk is een stom, vervelend onderwerp. Maar als je het dramatiseert. en dat is wat de Kruin in feite is. dan is het best leuk. Daar komt natuurlijk bij. dat de meeste leden van het Britse Koninkrijk. nou. ...laten we zeggen, geen hoofdvliegers zijn. En misschien ook karaktertechnisch niet geweldig uit de verf zijn gekomen. Maar dat natuurlijk de hoofdpersoon van de serie, de crown, namelijk Elisabeth... ...toevallig wel een eerste klas figuur was. En dat komt in die serie goed naar buiten. Ja, voor de rest moet ik eens even nadenken over wat ik geweldig vind. Want dan kom je al heel snel over films die je in de loop van je leven hebt gezien... En die erbij zijn gebleven, dat is het algemeen. Als je denkt hoe ontzettend veel films je hebt gezien. is het eigenlijk treurig dat een overgrote deel daarvan. dat je dat gewoon vergeten bent. Weet je nog wel hoe een verhaallijn loopt als je een film opnieuw ziet? Nou, ja, ik, volgens mij heb ik die anekdote wel eens verteld. maar laat ik hem dan voor deze keer nog een keer vertellen. Ik denk dat ik bij een of andere herdenking van die day. 6 juni natuurlijk, dus misschien 24. Of misschien 94, dat, dat zoiets dergelijks. In ieder geval. Het was zo'n kroonjaar. Dat ik tegen mijn zoon zei, uh, vanavond is de uh, uh, Longest Day op de tv. Dat vind ik overigens een voortreffelijke film, de Longest Day. Maar ook met dat voortreffelijke idee om het in zwart-wit zwart te draaien natuurlijk. Terwijl die film is van 62 schattig. Dus die had best in kleur kunnen zijn. Maar ze hadden enorm goed begrepen dat de Tweede Wereldoorlog in feite. In zwart-wit is geweest. Uh, en toen zei ik ja. Het begint ook geweldig, zei ik tegen mijn zoon. Want dan komt uh, Pluskat, dat is zo'n Duitse sergeant. die daar in zo'n bunker de baas speelt. Uh, die komt uh, met zijn jeepje naar de bunker. en dan kijkt hij naar buiten. en dan in eerste instantie. ziet hij niks. Uh, schenken ze schenken zijn kop koffie in. en dan in tweede instantie ziet hij ook niks. Maar. Je begrijpt, de spanning loopt toch een En dan eens, de derde of de vierde keer, kijkt Pluscat weer naar buiten en dan zegt hij: Schiffe, schiffe, duizenden van schiffe. En dan is dus de, de landingsoperatie begonnen. Eh, maar zo begint die film helemaal niet. Die film die begint met het doodschieten van iemand die eh, materiaal bij zich geeft wat eigenlijk de Duitsers in verwarring moest brengen over de plek van de landing. En die de film is volgens mij al twintig minuten aan de gang voordat Bloeskat op het toneel verschijnt. Dus daar zie je aan dat ik, terwijl dat een favoriete film van mij was, die ik meerdere malen had gezien, dat ik het hele eerste deel glad vergeten was. Dus zit anders in je hoofd? Ja, zo zie je dat. Zo het in mijn hoofd. Dat het zou beginnen met Bloeskat. Ja, die later nog overhoop wordt geschoten, maar het geloof wel overleeft, maar dat weet ik niet precies. Nou, we krijgen wel, uh, vanzelf krijgen we nieuwe filmtips als we ergens over komen te spreken. Ja, dat denk ik ook wel. Maar ik kan natuurlijk ook, maar dan moet ik er van tevoren even over nadenken. Een lange lijst opstellen. Dan kunnen we er eigenlijk twee keer één noemen. Wat heb ik nu bijvoorbeeld de afgelopen week gelezen, tot mijn uh, grote bevrediging? Gelezen? Ja. ja, ik lees meer dan ik kijk. Dat, dat is nu eenmaal zo. Het is toch als je opgroeit zonder kijkmateriaal. En zo ben ik opgegroeid, er was geen tv, dus dat is heel simpel. Ja, naar de radio kijk je niet, maar daar luisteren we ook nooit naar. Ik las de krant, althans, wanneer begint die kind de krant te lezen? Ik geloof Ketel Binky, toen ik een jaar of tien was. En dan stap voor stap eh, eh, ga je verder. Maar goed, kijkmateriaal was er niet. En dat betekent toch dat je... Ja, dat je zo gewend bent aan lezen... dat je dat een zo vanzelfsprekende en prettige activiteit vindt. En dat je dat nu nog steeds doet. Dus wat heb ik gelezen afgelopen week? Mijn Q'en. is een nieuwe roman. Eh, lessons die ik warm kan aanbevelen. Van een hele fijne roman. Waar gaat hij over? Ja, dat is lastig te zeggen. Hij gaat over een hoofdrolspeler... die... Eh, ja, in allerlei opzichten denk ik wel bepaalde trekken van McEwen heeft, maar ook in essentie ook weer niet. Uh, het, het begint er eigenlijk mee dat hij, dat hij verleid wordt door zijn uh, muzieklerares uh, terwijl hij een jaar of veertien is. En dat beïnvloedt in allerlei opzichten zijn hele leven. Uh, hij, hij is een beetje een, hoe zal ik het zeggen, een drifter. Hij komt tot niets in de loop van zijn leven. Doet een beetje van dit en een beetje van dat. Zeker getalenteerde pianist, maar doet hij ook niet zo verschrikkelijk veel mee. Niet waar? Hij, hij, is, een, hij is een leven lang zoekende en, en onrustig in allerlei opzichten. En tegen de tijd dat hij dan eindelijk besluit om met iemand te trouwen, loopt dat al heel snel eh, slecht af. Dat we zeggen, zij dus gaat dood. Maar ik moet er natuurlijk niet te veel van vertellen. Het, het leest als een trein. Naar mijn idee leest het als een trein. Het is een forse roman, dat uh, moet ik wel van tevoren zeggen. Maar ik kan het warm aanbevelen. Wat was jou deze week. Uh, oh, trouwens, Bram Krikken, die ken je wel, denk ik, hè? ook van, van het werk wat hij doet, toch? Nou, niet van het werk wat hij doet, maar wel van de slimste mensen, waar hij volgens mij okay. een prima kandidaat was. Ja, en hij maakt allemaal grappige filmpjes. Hij maakt grappige filmpjes, oké. Okay. Ja. Ja, dus dan gaat hij bijvoorbeeld de straat op en dan gaat hij mensen gekke vragen stellen. Of hij maakt parodiefilmpjes op podcasts. Aha. Nou, volgens mij, nu je het daarover hebt. Heeft hij wel eens zo'n filmpje gemaakt of ge gebruik gemaakt van de zonderlinge opname van mijn broer en mij in een, ja. een Oost-Duitse Trabant? Ja, dat klopt. Die hadden we gehuurd, of althans wij natuurlijk niet. Een filmploeg had dat ding gehuurd. Een ongelooflijk klote En we kregen geen voorrang sowieso. Maar goed, in ieder geval. En jij zat de vloek in die ja, auto. Ja, ik zat te vloeken en mijn broer moest zich volledig concentreren. Op dit onmogelijke autootje. Dat is werkelijk een, een wonderlijk ding. Uh, maar ja, uh, laten we eerlijk zijn, uh, de, de grootste sprong is van geen auto naar wel een auto. En, en hoe dan ook uh, in, in het geband je ook je voortbewegen. Hoewel ze aanvankelijk zonder verwarming werden geleverd, dat moet toch in Oost-Duitsland vaak een koude bedoeling zijn geweest. En zit je ook in de krukkelzone uh, in die auto? Ja, ik denk niet dat die voorzien was van enige vorm van veiligheidsarchitectuur. Ten meer omdat het basisontwerp dateert van halverwege de jaren 50. Volgens mij is de eerste echte veiligheidskooi en, en, en hoe heet dat, de kreukelzone, dat, dat, daar is Mercedes mee begonnen, bij mijn weten. En dat, dat, dat is ook bij Mercedes, ook de late jaren 50. Dus daar dat was volgens mij nog geen sprake van. Hmm. En bovendien was het bakkaliet. Al bleek dat bakkaliet natuurlijk enorm stevig te zijn. En het roest niet. Ja. Er zijn ook wel wat trabantclubs, als ik het wel. Ja, neem. op zondag zie je ze willen rijden. Ja, ja goed, dus dat zijn mensen die een ongekend talent hebben voor zelfkwelling. Ja, ik heb ook Fiat 500 clubjes. Ja, je hebt volgens mij Deux-Cheveaux-clubs. Je hebt van alles, alles en nog wat. Ja. Kijk, deux daar heb ik dan wel een zeker begrip voor. Omdat ik zelf natuurlijk met een soort van deux jarenlang gereden heb. Maar die trabanten had ik toch niet zoveel begrip voor. En waarom zelfkwelling? Omdat het gewoon oude zooi is? Ja, de moderne auto, joh. Ook, ook wat betreft het lawaai, het gemak van de bediening, de veiligheid, de snelheid, het comfort in de algemene zin. Ja, dat is zo fundamenteel anders dan, dan al die brave prutteldingen van de jaren 50 en, 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 en 60. Maar daar moet je een romanticus voor de zijn. De Chevrolet was een ontwerp van voor de Tweede Wereldoorlog. De, de kever was een ontwerp van ver voor de Tweede Wereldoorlog. En dat viel goed te merken. Hmm. En die mensen houden daarvan, die vinden dat heerlijk. Nee, de moderne auto is in allerlei opzichten natuurlijk een, een, een wonder op aarde. Ja. Maar ook, ook na van hand duurde. Ja. Maar Bram Preeker had dus inderdaad dat filmpje had hij gemaakt. En dan zat hij volgens mij op een brommetje op een fiets. En dan had hij het zo gemonteerd dat het net leek of jij met je broer in die trabant hem aanreed. Oh, ik reed hem aan. Okay. Dat is het. Mijn broer reed hem dus nee. aan. Ik had ja. helemaal geen zin om daar te gaan zitten krukken achter dat ja. stuur. Maar mijn broer wou het wel doen. En waarom was jij zo boos? Ja, ik geloof dat er iemand. Ja, er werd ook geen voorrang gegeven. Dat was het eigenlijk. Of die fietsers of de brom. Nou, ik weet het niet. Oké. Okay. Ik, ik vond sowieso, ja, met name oudere bewoners van de DDR, want dit speelt zich allemaal af. Ik denk, ik denk dat het of Dresden of Leipzig was, maar daar ben ik vergeten. Ik vond oudere bewoners van de DDR een chagrijnig volk hoor. Jongeren waren totaal anders, moderne jongeren was mijn indruk. Maar ook altijd goed te spreken over de wereld, ging de goede kant op. Bij die oude jongen hoorde maar iets te gebeuren of ze begonnen ze te schelden of te zeuren. <laughs> Hoe erg ze het wel. Nou ja, misschien begrijpelijk, maar ik, ik vond het opmerkelijk. Wat is je opgevallen in de actualiteit deze week? Wat is me opgevallen in de actualiteit? Nou ja, eigenlijk natuurlijk uh, dat de Oekraïne bijna een jaar geleden is, dus daar werd veel aandacht aan besteed. Uh, daar las je al om dat het de Russische offensief feitelijk begonnen is. Maar dat dat bijzonder slecht loopt. Ja. Dat er grote aantallen doden vallen. Dat de Russen enorme hoeveelheden materiaal verliezen. Waardoor de interpretatie is: zal er überhaupt nog wel iets komen van dat, van dat enorme offensief? Waarmee ze natuurlijk enige winst hoopten te boeken. Vooral natuurlijk vanwege de naderende verjaardag. Is dat niet volgende week, de 24e? Klopt. Kijk, is mijn broer ook jarig. Maar goed, het is ook de. Dag waarop dit afschuwelijke theater begonnen is natuurlijk. Um, en daar stond toch ook wel, is het voor die Oekraïners wel, want die verliezen natuurlijk ook veel personeel, dat is wel duidelijk. Is het voor de Oekraïners wel zo verstandig om daarbij dat moet eindeloos door te vechten? Vooral omdat het, nou ik lees, ik kan dat zelf niet beoordelen, strategisch niet van grote waarde is, dat is mij allemaal niet zo precies duidelijk. Dus aan het front in, in de Donbass eh, is feitelijk een betrekkelijk onoverzichtelijke situatie gaande. Eh, waarbij de Russen het in ieder geval niet goed doen. En dat zou natuurlijk stroken met alles wat we daarover gezegd hebben en gelezen hebben. Nou, maar ja, dat dat Russische leger niet naar behoren functioneert en in tal van wezenlijke aspecten dysfunctioneel is. Dus dat viel mij wel op. Ja, ja, valt je op. Ja, het is iets wat je elke week ziet natuurlijk. En wat je natuurlijk deze week natuurlijk heel prominent gezien hebt, zijn de rampzalige gevolgen van die aardbeving in Turkije natuurlijk. En, en met name, dat maakt het wellicht nog een stukje rampzaliger. Nee, er zijn twee aspecten die het nog rampzaliger maken. Dat is natuurlijk dat een groot deel van de ingestorte gebouwen wellicht niet in hadden hoeven storten. Als er iets oordeelkundiger gebouwd zou zijn. Al begreep ik dat een aanzienlijk deel van de bodem daar in die regio. Hè, dan, je hebt die kaartjes ook wel gezien. Kunnen mensen maar even kijken. Uit sediment bestaat wat niet erg stevig is. Want er was één plaats waar nauwelijks schade was gevallen. En de burgemeester had gezegd: Zie je wel, dat is onze verdienste. Maar daar werd toch onmiddellijk bij opgemerkt dat daar de ondergrond nou juist niet uit sediment bestond. Uh, dus ja, het, 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 toch, dan word je toch weer geconfronteerd natuurlijk, met de inherente corruptie van de Turkse samenleving. Ik moet je zeggen, dan zeg je toch ook niet van, nou dat had ik nou toch echt niet gedacht. Turkije, dat is toch, nou ja, kijk even op de lijst van de meest corrupte landen. Ik weet niet precies waar Turkije staat. Je weet, we hebben het erover gehad, Finland is nummer 1, wij zijn nummer 6, maar zakkende. Maar waar Turkije staat weet ik niet, maar iedereen weet dat natuurlijk zeker de lokale overheid daar niet bijster eerlijk in elkaar zal steken met alle gevolgen van dien. En dan is er natuurlijk een tweede punt wat het allemaal nog veel erger maakt, dat natuurlijk als je kijkt naar de, de, de geografische situatie en de, de geologische situatie bedoel ik eigenlijk, die, die is min of meer wanhopig stemmend niet waar. Het gaat heel Turkije vormt het, het Anatolische de Anatolische plaat zeg maar rustig plaatje, want het is dus een soort mini plaatje. Niet waar wat door regen is met, met, met gruwelijke eh, barsten, met gruwelijke eh, hoe heet dat van die lijnen waar langs die eh, verschuivingen plaatsvinden. En dat plaatje wordt bedreigd door drie reusachtige platen die in de omgeving liggen, namelijk de Afrikaanse plaat. De Arabische plaat, die ook niet zo groot is, maar toch een stuk groter. En de Euraziatische plaat, die drukken eigenlijk alle drie. Met als gevolg dat je over, op die breuklijnen kunt voorspellen. Ja, wat eh, nou, de vorige beving was, wat was het, 1999 geloof ik. Ja, toen kwam Erdogan. Ook 17.000 eh, mensen dood. Nu zijn we richting de 50.000. Het zal wel in die richting gaan, neem ik aan. Ja, en je kunt met zekerheid voorspellen dat het over 40, 50 jaar of nog veel sneller weer gebeurt. Want die spanning die blijft natuurlijk die opbouwen daar. Die druk van die bewegende platen, die houdt niet plotseling op. En dan komt er dan nog bij, begreep ik uit de verhalen, dat ook in een gedeelte van het gebied de ondergrond nogal week sediment is. Dus ja, dat maakt het allemaal nog een stuk erger we hadden het ook architecten laten oppakken, hè, die dan slecht gebouwd ja, zijn. Ja, je begrijpt dat er natuurlijk die zullen ook wel niet op fris op te leven zijn geweest. Maar de essentie is natuurlijk dat de overheid klabberlijkelijk niet effectief toezicht heeft gehouden op de bouw van van flatgebouwen in die in die regio. Maar waar ook de gebouwen blijven staan. Nou weet je natuurlijk nooit in hoeverre dat weer met heel lokale eh, geologische factoren eh, samenhangt. Maar ja, feit is, het is eh, ja, als je, als je sowieso als je zou zeggen, nou ik, ik wil ergens wonen waar de, de aarde niet al te veel beeft, dan zou ik zeggen, dan moet ik beter niet op de Anatolische plaat gaan wonen. daar komt het wel op neer. Overigens heb je natuurlijk in Nederland ook wel aardbevingen, maar die zijn toch ah, veel minder eh, in, in omvang. Eh, Zij het ook, dat, eh, we hebben ooit zo'n forse beving gehad bij Roermond was het toch? Daar was ook wel forse schade ontstaan. Maar daar was maar één dode gevallen. Ja, ik heb het even nagezocht. Namelijk een mevrouw in Duitsland, die zo was geschrokken dat ze een hartverlamming had gekregen. Dus ja, dat is wat anders dan dat je je dodental naar de 50.000 toe loopt natuurlijk. Zat jij in het belpanel van die Giro 555 actie? Nee, zeker niet. Nee, nee. Want het was zo'n heel ik ben panel. geen ideale figuur aan de telefoon. Absoluut niet. Nee, maar omdat je natuurlijk bekendheid hebt, dacht ik misschien hebben ze je wel gebeld van meneer Van Rosse. Geen moment, nee. Ik heb een keurige bijdrage gestuurd, maar ik heb, ik zei, bovendien als ze het gevraagd zouden hebben, ik weet niet of ik het gedaan zou hebben. Dan moet je een uurtje eventjes in beelden en geluiden hè, bij me, tussen die andere BN'ers zitten en de telefoon opnemen. Ik weet niet of ik het fijn vind om tussen andere BN'ers te zitten. Maar dat is voor het goede doel dan? Je moet ook zorgen dat je niet al te veel een BN'er wordt, want dan zitten we met z'n twee BN'ers in de auto. <laughs> ja, dat moeten we niet hebben. Maar je hebt er niet mee meegedaan? Nee, ik heb er niet mee meegedaan, nee. Nou ja, kijk, eens. ik geloof dat er 88 miljoen verzameld was, althans dat zag ik op tv. Dus het zal wel lopen naar de 100 miljoen, maar we aannemen. Ja, hartstikke fijn. Nederland is altijd heel gul in dit soort van situaties. Maar het is natuurlijk een druppel op de gloeiende plaats. En, ja... Het gaat hier om honderden miljarden schade. Ja. ja. Het is een beetje flauw om iedere keer te zeggen, maar de vraag die iedere keer gesteld wordt: komt het wel goed terecht? En hoe weten we dat? Ja, dat weten we dus niet. Nee. Het, het, het is ook. Een, ja, je ziet al die onbeschrijfelijke ellende. Eh, in het bijzonder natuurlijk ook die reddingen, die dan een combinatie zijn van ellende aan de ene kant en opluchting, toch nog. Die vrouw iemand, die drie dagen lang onder de puin. Of tien dagen nog zelfs. Wat vrij uniek is allemaal. Ja. Eh, en dan, ja, dan heb je, je wilt iets doen, maar je kunt natuurlijk eigenlijk geen kloot doen. Dat is zo klaar als een klontje. Dus wat doe je dan? Je, je stuurt een, een, een geldbedragje. Dat doe je. Ja. Maar verder ben je natuurlijk volstrekt hulpeloos. En ja, je, je weet hoe dat is na nou, aardbevingsschade. Het is ook iets waar je, waar je uiteindelijk niemand de schuld van kunt geven, aangezien het natuurgeweld is. En bovendien, dat is hier structureel. Het is dus niet dat het nu één keer gebeurt en dan 10.000 jaar niet meer. Hè? Wat je bij sommige vulkanen hebt. Maar nee, nee dit zal zich ongetwijfeld binnen een kwarteel kunnen voorspellen dat zich een een ernstige beving voordoet. Maar komt dit dan nou bij de Turkse overheid terecht, dit geld? En die verdelen dat dan? Ik heb geen flauw idee. Nee, ik denk dat dat geld terecht komt bij, bij geprofessionaliseerde hulpverleners. Je hebt natuurlijk tal van organisaties in de wereld die bij al dit soort van gelegenheden opkomen komen draven. Artsen zonder grenzen, Oxfam. Nou, wat heb je al niet op dit terrein? Hoe ze dat precies verdelen, ik, dat weet ik niet. Dat zou je moeten uitzoeken. Heb je nog de peilingen gezien? Peilingen heb ik ook wel gezien, ja. Ja, wat zal ik even zeggen? Wat zegt dat bij provinciale staten? Eh, opkomst zal waarschijnlijk op zijn beste helft zijn van. Eh, wat, 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 wat ruim 25% of meer onder normale opkomst bij parlementsverkiezingen ligt. Dus dat vertekent natuurlijk ook de, de, de krachtverhoudingen. Ik heb geen idee. Lig ik er echt wakker van? Ook weer niet. Ik begreep dat de VVD niet slecht doet. De grootste? Zag ik. De grootste is, ja, kennelijk is dat ongeneeslijk langzamerhand geworden. Of uit gewoonte kiezen stemmen mensen dan toch op de VVD. Eh, wij hadden ook weer een paar brieven, want je hebt er een hele massa opgestuurd. Van, van trouwe VVD-stemmers. die toch tot de conclusie waren gekomen dat alles slechter was dan de VVD in ieder geval. Eh, overigens dank voor al die enorme hoeveelheden post. We zullen zo, ik zal zo proberen om een gestructureerd antwoord te geven op, op diverse zaken. omdat er nogal wat grotere thema's werden, werden besproken. Dus ja, we moeten even de verkiezingen afwachten. Ik weet niet hoe betrouwbaar die peilingen eigenlijk zijn. Was waar, dit combipeilingen, waar ze allemaal samen waren genomen? Of dat, was het alleen dat Ipsos? Wat, dat, dat was me niet helemaal duidelijk. GroenLinks en de PvdA deden het ook niet slecht. Nee, die deden het ook heel behoorlijk. En de BBB-beweging, die scoorde, dacht ik, ook heel behoorlijk. Maar ja, het gaat, een van de hoofdissues is migratie, ik zou zeggen. Dat heeft dan werkelijk geen bal te maken met de, met de problemen waar de provincies voor staan. Dat is nou voor stikstof alleen, aangezien de overheid weer zo onverstandig geweest om dit ook weer te decentraliseren naar de provincies toe. Waardoor je weet dat het allemaal nog trager, en moeizamer enzovoort gaat verlopen. Maar ja, bij migratie, daar hebben de provincies nou echt geen bal over te zeggen. Ook niet als het gaat over de opvang, maar dan gaat het over gemeentes natuurlijk. Hè? Die hebben daar dan weer wat over te zeggen. Ja, want er is een hele wet voor in voorbereiding die, ja. die, waar, die tot nu toe vooral ontevredenheid heeft veroorzaakt. Ja. Wat zijn thema's die wel bij de provinciale verkiezingen belangrijk zijn? Nou, infrastructuur. Ja. Uh, hoe heet, het? Uh, hoe heet het? Ordening. Bij, uh, Ruimtelijke ordening. Ruimtelijke ordening. Dat zijn de zaken waar de provincie over gaat. Dus hoe berichten we het landschap binnen? Ja, ook, de, ook bijvoorbeeld de ruimtelijke ordening is in Nederland sterk gedecentraliseerd geraakt. Wat mij betreft wordt dat weer volledig teruggedraaid en naar de centrale overheid teruggebracht. Want ja, hoeveel moet je decentraliseren in een, een landje als Nederland? Ik heb het al eens eerder vergeleken, misschien een tikje kinderachtig, met een flinke Chinese gemeente. Ik dacht dat Wuhan ook ongeveer 17 miljoen inwoners had. Of iets in die buurt in ieder geval. Ja, als je daar ook nog alles gaat decentraliseren. Omdat we nu, nu meerdere malen verrast zijn. Doordat als we iets willen uitvoeren, als we nieuw beleid willen uitvoeren. Dan blijkt het zo geweldig gedecentraliseerd te zijn. Dat ze eerst maandenlang onder elkaar moeten gaan zitten lullen. Hoe ze het zullen doen. Denk aan die GGD's. Want dat was oorspronkelijk intentie toch. Om de vaccinatie door die meteen. Nee, want als eerst dachten ze nog aan huisartsen, dat ging niet door. En toen de GGD's, maar dat bleek ook zo sterk gedecentraliseerd te zijn. dat er weer eindeloos gekletst moest worden. Moeshawara heette dat. hè. Waar dat was een, dat een voor? Maleis, Maleis woord voor. zo lang lullen dat tenslotte iedereen bewusteloos op tafel ligt. en <lacht> <lacht> dat er dan een besluit kan worden genomen. <laughs> maar dat gebeurt hier, ja. Dat, dat, dat idee heb ik niet dat hier in Nederland gebeurt. Er wordt wel veel gepraat, maar. Ja, je, dat... waar, waar zag ik nou? Wie liep me nou toch zien, die voorzitter van de Raad van State? Ik bedoel, vicevoorzitter? Nee. Of was het ik, was de rekenkamer? De rekenkamer, dat liet ik jou zien. Ja, dat was dat, 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 ja die man die, dat die, die, die duidelijk met, met, met gebogen schouders. Heb ik dat hier nog liggen? Een trap afschokte. Ja, hier een beetje Hij liet de boodschap achter dat Nederland te ingewikkeld is gemaakt. Ja, we hebben het veel te ingewikkeld gemaakt. Ik denk gemaakt. dat dat een goede observatie is. Jammer genoeg hoor je die observaties altijd pas als ze naar huis gaan, naar vertrekken. En in een prettig villaatje in Radio Kootwijk gaan wonen, of weet ik veel waar. Uh, dus ja. Uh, goed, dan komen we weer terug tot het, uh, op het bestuur van Nederland. Wat in allerlei opzichten. een kerstboom is. En, nou. Veel te veel rafelranden heeft ontwikkeld en ik ben niet zo erg voor al dat decentraliseren. Nee. Dat is wel duidelijk. Laat aan gemeentes en provincie wat des gemeenten en provincies is. Maar zorg wel dat je alert kunt reageren als er iets moet veranderen. Hij zegt ook hier, ik heb even het artikeltje opengeslagen, hij is ook boos want hij zegt... We hebben... moeten maar even vermelden wie dat is. Arno Visser is dat. Precies, die werkte bij de rekenkamer, ja, toch? 56 jaar. 10 jaar heeft hij er gezeten. En zegt tien jaar hebben we volop kritiek gehad op het openbaar bestuur niets mee gedaan. Ik ben er boos van. Goed zo, Visser. Jammer genoeg. Ja, vertrekt hij nu. Maar hebben we dit niet al duizend keer gezegd? Nou, dat zal wel niet. Maar goed, al meerdere malen gezegd. Zowel de rekenkamer als de Raad van Staten hebben in de loop der tijden allerlei verstandige adviezen gegeven aan onze. Regering. Luister naar Arno Visser. Volgens mij is dat zelf een VVD. Als ik me niet helemaal erg verschrikkelijk vergis. En anders anderszins. Van een, van een. Laten we zeggen. Een bestuursvriendelijke partij. Eh, er wordt niets mee gedaan. 0,0. Hebben we dus net de colleges. Die hele verstandige adviezen geven. En de regering trekt zich er niets van aan. We hebben zeer onlangs nog. Dat drama gezien met die gezinshereniging. Hè? Wie, wie, wat is dat nou voor een rare regering? Die de boel, hè? Iedereen zei, de ambtenaren zei in de krantenredacties, iedereen zei nee dit kan niet want het is een strijd met. En ze doen het toch. En moeten dan natuurlijk drie maanden later of wat was het, vier maanden later moeten ze door de pomp. Ja. Wat is er nou voor stopzinnig beleid? Wat zegt het nou eigenlijk over de kiezer dat ze dan toch ondanks dit allemaal weer op de VVD stemmen? Ja, je begrijpt wat ik daarvan vind. Dan moet die arme meneer nu weer de boel uitzetten, omdat we dan moeten constateren dat kennelijk de gewoontevorming op een zodanig hoog niveau ligt dat, ze, dat mensen niet kritisch reageren op, op, het, op de belangrijke, niet alles bepalen, maar op de belangrijke rol die de grootste politieke partij van de afgelopen twaalf jaar... Onvermijdelijke wijze in dit ongelukkige circus heeft gespeeld. Ja, bij deze dus nog eens een keer de oproep. Kijk dan nog eens kritisch ja, naar. Ja, kijk, rep, lieve regering. Hè, kijk ook eens naar de adviezen die u krijgt... ...die in de loop der jaren in het algemeen bijzonder verstandig waren... ...en waar u zich niets van aan heeft getrokken. Hij heeft ook een oplossing, die, die Visser. Dat is misschien een beetje ingewikkeld. Hij zegt, we hebben een um, paradigma -wisseling nodig. Ah, dat, dat klinkt altijd goed, een paradigmawisseling. Wat, wat, wat voor gedachten heb jij daarbij als je dat hoort? Nou, die hebben we ongetwijfeld nodig. Misschien is het woord paradigma in dit verband een beetje pretentieus. Ja, we moeten constateren dat in de afgelopen decennia. moeilijk precies te zeggen wanneer deze rampzaligheden begonnen zijn. dat we eigenlijk een op zichzelf, voor zover ik het weet. ook comparatief gezien redelijk draaiend overheidsapparaat. gedeeltelijk de prut in gedraaid hebben. Denk aan die arme belastingen. Stond in een krant een groot stuk. dat die, die computers zijn daar zo totaal verouderd dat ze eigenlijk geen kant op kunnen. Dat ze helemaal geen nieuw beleid kunnen maken omdat de computers het niet aan kunnen. Dan koop je toch nieuwe computers? Dan hoop ik altijd dat mij mijn aanslag dat hij ook dat je zo'n brief krijgt van: sorry meneer Olsen, u hoef dit jaar geen belasting te betalen, want de computer kan het niet berekenen. <laughs> maar nee. <laughs> dat kan hij nog wel. Dat is precies hetzelfde bedrag. als... De meneer van die, die, die mijn belastingopgave had opgesteld, had uitgerekend. Nee, ja, je wordt daar wel vrij droevig van. Ja, ja goed, wij hebben dan, dat is dan het mooie van een minister-president. Daar wees ook die, 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 die man die nu toch de boel heeft uitgezet. Dus ik kan best even over Rutte hebben. Ja, dat het zo'n vrolijke, prettig, prettig type was. Ja, wat hebben we aan al die vrolijkheid? wanneer die kennelijk zo vrolijk is, terwijl het helemaal niet goed gaat. Hoe zit dat eigenlijk? Je zou zeggen, trekkertjes, wat aan, kijk eens wat somber de Rutte. Want er is al een reden om een beetje somber naar deze toestand te kijken. Ook dit kab zittende kabinet, dat zeg je toch ook niet van... jongen, 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 wat een daadkracht en wat werkt dat goed allemaal. Nou hebben ze ook grote problemen, dat geef ik toe, die ze niet zelf veroorzaakt hebben... Dat is natuurlijk die energietransitie. Dat brengt ons even naar de brieven die we gekregen hebben. Groot in aantal. En vooral de kwestie natuurlijk van de zonnepanelen. Dat beweegt velen. En ik kom daar niet goed uit, want het zijn vaak totaal tegengestelde berekeningen. Laat ik proberen om de kernpunten eruit te halen. Die ons toch tot een zekere opgewektheid. ...kunnen stemmen en tegelijkertijd ook weer kritiek zijn op uh, de overheid. Ik, ik denk toch dat iedereen het erover eens is dat het een nuttige zaak is... Uh, ...dat die 2 miljoen Nederlanders van die zonnepanelen geplaatst hebben. Dat is natuurlijk een enorme zet in de richting van die energietransitie... ...die ooit gaat komen. Tegelijkertijd is het subsidiebeleid wat daar tegenaan gezet is... ...en wat deels verantwoordelijk is natuurlijk voor, voor dit succes... Dat, dat is een, in sommige opzichten dubieuze kwestie. Want sommige mensen zeggen, nou het is heel oneerlijk en daar moest eigenlijk wel direct een eind aan worden gemaakt. Vandaar dat ik vorige keer die Duitse tussenoplossing wel aantrekkelijk vond. Die saldering levert wel iets op, maar niet meer zoveel als nu. En andere mensen zeggen, nee, als je het allemaal geweldig doorrekent, dan worden de, de grote energiegebruikers... ...die worden nog steeds enorm bevoordeeld door de overheid... Ik kan dat slecht beoordelen hier. Ik, ik was zelfs, kunnen we niet ook een parlementaire enquête over de energietransitie houden? Dat lijkt me wel nuttig. Dat je eindelijk dat, dat mensen die er echt verstand van hebben dit allemaal nog eens grootschalig doorrekenen. En Dat we bovendien ophouden met alleen te doen alsof alleen Nederland in Nederland een energietransitie gaat plaatsvinden. Terwijl in de hele rest van de wereld niets gedaan wordt. Dat is natuurlijk niet zo. En dus je moet dat wel in Europees verband zien. En ook als ook, ook Europa voert beleid, hoe verhoudt zich dat tot het Nederlandse beleid? Dat is niet duidelijk. En, en wat je er verder ook van mogen denken, de Nederlandse overheid heeft evident te weinig geïnvesteerd in uh, de, de versterking en uitbreiding van dat elektriciteitsnet. Dat is men toch wel duidelijk geworden. Maar ook ten aanzien van de individuele energietransitie. Hier is de onduidelijkheid, dus je hebt mensen die zeggen, ja nee, je hebt een huis is zit niet waar, wat, niet, niet, wat natuurlijk bejaard is en niet, niet perfect geïsoleerd kan worden, of moeilijk perfect geïsoleerd kan worden, daar kun je geen warmtepomp gebruiken, en dan zit er een brief bij, ah, allemaal een lul, eh, dat kan ik een prima warmte pompen en dat kan een stuk beter dan een be nou ja, enzovoort. Wat ik moeilijk kan beoordelen wat juist is en wat niet juist is. Eh, wat hebben we dan nog meer structureel? Ja, dat vond ik ook wel interessant. Van, waarom stem je in godsnaam op D66? Omdat dat een van de hoofdaanzetters is, schulderen is van de, de laten we zeggen, neoliberale beleidsvorming. Dat is tot op zekere hoogte. Is dat wel juist? Alleen, ik heb al duizend keer uitgelegd, ik stem strategisch op die partij. Want ik stem op deze, of heb bij de parlement parlementaire verkiezingen op D66 gestemd, omdat het a de enige progressieve partij in het de zittende regering is, het zittende kabinet a en b omdat het de enige partij is die systematisch over de jaren heen structureel pro-Europese standpunten heeft ingenomen. En dat is naar mijn idee nog steeds in Nederland, we doen eigenlijk toch nog steeds alsof we er niet al te veel mee te maken hebben. Ja, die Europese Unie het is er wel, maar goed. Wij zijn ook trouwens veel knapper en we werken harder. En we ah, gaan ze maar door, bla bla bla. Het is natuurlijk duidelijk dat wij ook. Daar werd, zo, werd ook in een brief aandacht aan besteed. Ik was daar zelf ook verbaasd over. De kamerdiscussie over de opvattingen van de heer Hogervorst. die van mening is dat de euro niet houdbaar is. Nou, durf ik wel te wedden, dat, dat kan hij wel vinden. Kijk, economen zeggen al een miljoen jaar, namelijk sinds het begin van de euro, dat het niet houdbaar is. Maar tot op mede is het heel houdbaar gebleken. En bovendien, als het al niet houdbaar is, dan gaan we met z'n allen gezamenlijk ten onder. Ik heb nou al eens eerder gezegd, als je van de euro af wil, dan moet Duitsland uit de euro stappen, natuurlijk. En als Duitsland uit de euro stapt, kunnen wij ook uit de euro stappen. Lijkt mij. Het is een beetje een noodscenario en ja. Het is het, 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 Titanic, Titanic zinkende. Hè? Maar goed, het euro-orkestje Euro speelt nog even door. Eh, maar dat gaat dan, naar mijn idee, allemaal helemaal niet gebeuren. Waarom, in godsnaam, de Kamer over de standpunten van de heer Hogevorst een, een, een discussie heeft gevoerd? Die waar ook weer de nek zit, en terug naar de gulden. En nou ja, dat dan het hele kabouterprogramma van onze dorpspartijen weer aan de orde werd gesteld. Ik heb geen idee. Maar dat is deze zelf man? ook niet. Met welke partij is hij? Hogevorst was een VVD'er ja, volgens mij. Mm, okay. Vogue Forst is verantwoordelijk voor de betrekkelijk ongelukkige constructie van, van, laten we zeggen, de medische zorg in Nederland. En hij wilde dat we teruggingen naar de Gulden. Nou, nee, zijn standpunt is geloof ik als ik het allemaal goed begrepen heb. Ik vond het allemaal zo idioot dat ik me er niet erg in verdiept heb. Zijn standpunt is: de euro is onhoudbaar. En dat ligt aan de bekende tegenstelling tussen Noord en Zuid. Ook iemand in een van de vele brieven schreef, naar mijn idee volkomen terecht. Laten we blij zijn dat die zuidelijke klunzen er ook in zitten. Economische klunzen, het zijn wel hele sympathieke landen. Alleen daar kan nog wel wat hervormd worden. Denk aan Italië enzovoort. Eh, omdat natuurlijk door die, die zuidelijke rand van de eurolanden, eh, die euro eh, een relatief redelijke waarde heeft. En voordat de eurowaarde alleen werd bepaald door landen als Duitsland, en Nederland, eh, sommige van de Baltische republieken, ja, dan zou die toren hoog staan. En is de concurrentiepositie weer slecht? Ja, natuurlijk. Je ja. kan geen Audi meer verkopen in de wereld. Ja, behalve in Nederland en in Duitsland. Maar verder niet natuurlijk. Voordat die euro, weet ik veel. 30, 40 procent meer waard zou zijn, daar moet je niet aan denken. Nou ja, een interessant argument. Dus daarom zeg je, van daarom zijn die landen juist zo goed. Ja, de kneuzen zijn van harte welkom. Ja, zeker. Dus meer kneuzen erbij nog. Nou, dat wil niet zeggen, hup voor de kneuzen. Ik denk dat sowieso natuurlijk. Eh, nou, je zag wel dat Bulgarije net de toetreding tot de euro een jaar uitgesteld heeft. Die zijn kennelijk financieel nog niet, eh, waarschijnlijk een rommeltje eerste klas daar in ja. Bulgarije. Maar goed, dat is een economie die natuurlijk ook niet zo verschrikkelijk veel voorstelt. Uh, ja, we moeten ons denken wel uh, rekening houden als er nog iemand bij komt in de komende jaren, wie dat dan ook mogen zijn, wie zal het zeggen, misschien ooit Wit-Rusland en Oekraïne, maar dan denken we toch wel op termijnen van een kwart eeuw of meer. Uh, ja, die zullen in het algemeen zullen dat relatief zwakke broeders zijn. Dan jij... kun je je ook afvragen hoe lang zal de Duitse economie zo sterk blijven als die, ja. als die is. Ook niets, niets in deze wereld is voor eeuwig. Zij zullen moeten meebewegen hè, met Precies. de ontwikkelingen. Ik denk altijd aan, dat, aan niet waar de meest eh, vitale en innovatieve regio's ter wereld. Ik denk waar de industriële revolutie is begonnen. Een beetje het midden van Engeland, Tyneside. Tegenwoordig een van de aller, aller, allerarmste gebieden van Europa. Ik zeg niet langer van de Europese Unie, want ze zijn eruit. Mag ik er ook op wijzen dat de Engelsen spijt dat ze haren op hun hoofd blijken te hebben. Het is er nu wel duidelijk dat niet al die wonderen die hen voorspeld waren, dat die niet gaan gebeuren. Ja, eigenlijk alle regeringen sinds de eruit zijn, zijn teleurstellend geweest. Zoals je weet, Rishi Sunak gaat dat ook niet maken, denk ik. Dat is ook geen... Eh... Het is op zichzelf een wonder dat die man daar geworden is. Maar toch, uh, dat pleit zeker voor Engeland. Maar uh, gaat, ik begreep dat het wel uh, een moeizame zaak was met zijn premierschap. Waardoor komt dat dan? Ik heb geen idee. Omdat oh. Engeland geteisterd wordt door ernstige economische en struc structureel economische problemen. Dan nou, zou niemand het eigenlijk kunnen volmaken? Nee, het, het, het geestige vond ik, dat vond ik op zichzelf een heel... En er was natuurlijk sprake van dat, dat, dat Schotland eh, zelfstandig door zou gaan, hoewel mevrouw Sturgeon daar nu mee gestopt is. En, en, en dat de Noord positie van Noord-Ierland was ook niet helemaal duidelijk. En ik geloof dat zelfs in Wales, waar of mogelijk is, begrijp je niet, nationalistische gevoelens Al die niet zijn voor het, eh, de introductie van het Wels als, als gebruikstaal. Ik weet niet, heb je wel eens die, 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 die plaatsnamen daar gezien? Die, ontstekt onuitsprekelijk zijn. Eh, onuitspreekbaar, moet ik zeggen. Eh, en toen zei de burgemeester van, eh, van Londen, die zei... ja, wat oh, een leuk idee allemaal. Het, het leek hem ook een heel leuk idee... om eigenlijk ook van Londen een autonome regio te maken. Want Londen in zijn eentje genereert geloof ik... meer dan een kwart van het totale bruto-nationaal product van Engeland. Wat natuurlijk een vrij unieke positie is voor één enkele stad... Engeland is ik ook uniek in de zin dat de hoofdstad zeven maal zo groot is als de nummer twee op de lijst. Dat, dat, is ook, dat schijnt qua verhoudingen eh, maar weinig voor te komen. Ik denk aan een land als Nederland natuurlijk. He? Nou ja, wij hebben eigenlijk geen enkele stad van enige betekenis. Of je moet de hele randstad als een stad zien. Dan. Wat is de tweede stad in Engeland dan? Ik geloof Birmingham. Hmm. Maar het feit al dat we, dat we. Ja, je weet dat het bestaat, maar daar, daarmee is het ook weggezegd. Ik dacht dat Birmingham groter was dan Manchester. Oké. Okay. Maar Manchester hebben we natuurlijk allemaal van gehoord vanwege het voetballen. Juist. Die zijn erin geslaagd om twee Europese topclubs binnen de poort te houden. Die natuurlijk gefinancierd worden door allerlei rare miljardairs. Ik zou eens willen weten wat toch het verdienmodel is van die, van die voetbalclubs. Is dat nou puur de status dat je... Dat je Bezitter ben van een voetbalclub, of, of zit er toch een haddertje onder het gras en kun je er dik geld aan verdienen als je het een beetje handig bedoel inricht. Bedoel je dan voor de eigenaar of bedoel je voor de club zelf? Nee, ik bedoel voor de eigenaar. Hmm. De club zelf bestaat niet meer als er een eigenaar is. Ja, die moet voor de centen zorgen. Ik weet niet of je gezien hebt wat ik ben, in Manchester City uitgegeven heeft aan nieuwe spelers. Dan denk je bij jezelf: goede god, had dat geld niet ergens verstandiger kunnen worden gebruikt. Dan, dan voor, voor voetballers. Maar ja, dat is mijn kijk op voetbal. De meest overschatte menselijke activiteit ter wereld, naar mijn idee. Wordt er natuurlijk wel heel veel geld in verdiend? Nou ja, dat, dat zeg jij nu. Maar, maar hoe dan precies? Want als je ziet wat voor bedragen erin gestoken worden. dan denk je. waar, waar wordt het rendement aan gemaakt? Dat zou je wel eens willen weten. Nou, nee, je hebt natuurlijk de tickets, de kaartverkoop. Nee, en ik weet, dan krijg je de shirtjes en de sokken. en het gebied en je kunt al die hommel. Misschien van zo'n stempeltje van de club. Dat is natuurlijk zo. Maar. En Manchester United. En Manchester City. En Chelsea. En. Nou ja, gaan ze bedoelen. Die hele. Die hele. Die league. Nou ja. Hoe hoger je natuurlijk staat, hoe beter het ook uh, voor je financiën is. En ze zullen deals sluiten met sponsoren die. Uh... Ja, maar goed. Er zijn toch grenzen aan het aantal Manchester shirtjes wat mensen willen hebben of niet. En als het dan om om, want het ging in dit geval om, om miljarden, hè, wat erin gestoken wordt. Ja, maar die commercials zijn ook heel duur, hè? En daar gaat natuurlijk ook een deel van naar die clubs. Nou, nou ja, god, ik, ik ben niet van de vrijheidsbeperking, dus ik ben geneigd om te denken: ze doen maar, maar ik vind het wel zonde van de cent. Eerst nog een berichtje. Kaag vreest een rechtse uh, alliantie en een conservatief blok. Waar de VVD waarschuwt voor een linkse wolk. richt D66 zijn pijlen op rechts. Partijleider Kaag waarschuwt bij de campagne-aftrap van haar partijen. voor de kans op een groot conservatief blok in de nieuwe Eerste Kamer. Ah, ja, dat zou kunnen. Dus Kaag spreekt in een speech richting de provinciale statenverkiezingen. in Arnhem van een dreiging die volgens haar urgent en reëel is. Ze doelt daarmee op de alliantie van PVV, BBB, Forum voor Democratie en Ja21. Nou. Als dat vorm voor democratie, dat, dat stond op twee zetels, als ik het me goed herinner. Ja, 21 ging verliezen aan de BBB, want dat is natuurlijk ook een beetje een uitruil tussen, tussen die rechtse partijtjes. Ik kaag, natuurlijk kaag die moet haar electorale plichten vervullen. En, en natuurlijk een, een D66-strategie uitzetten, maar ik maak me... Het, het zal wel zo zijn, en de, de, de regeringscoalitie zal in de Eerste Kamer hebben ze nu al geen meerderheid. En die zullen ze in de Nieuwe Kamer ook wel niet hebben. En dan zullen ze met de Linkse Wolk uh, een, een deal moeten sluiten. Mm. De Linkse Wolk vond het trouwens best, best prettig om Linkse Wolk ja. te worden. Dat ze, precies, dat ze zijn, maar goed, nu, nu zie ik dus dat iedere partij kiest een, een soort van opponent uit. Ja, precies. Waardoor natuurlijk het verschijnsel op zichzelf zo verward wordt dat het weinig effect zal sorteren. Ja. Ik begreep eigenlijk dat de VVD-campagne ook niet bij zoveel effect sorteerde. Nee, maar Kaag zegt van we hebben nu allemaal partijen die eigenlijk niet durven om een keuze te maken. En uh, deze rechtse partijen die hebben geen oplossing en dan worden de, op de problemen alleen maar groter. Ja, maar goed, je weet dat ze niet uh, gaan regeren. Ja. Ze hebben een stem in de Eerste Kamer, maar uiteindelijk is hun politieke betekenis beperkt. Maar is dit nou slim dat ze, dat ze zeg maar, de vijand aan de andere kant van de politiek? Ik heb politieke... geen idee, ik vond al die verkiezingsstrategieën die mij in de krant zijn uitgelegd nogal kinderachtig, eerlijk gezegd. Oké. Okay. Oké. Okay. Maak duidelijk wat jouw wensen zijn. Ja. En, en, en stop met bangmakerij. Ja. Maar vind je wel dat Kagen tot nu toe, hè, wat ze nu. Ja, staat... oh, ik ze... vind Kagen een hele competente dame. Ja. Een intelligente, beschaafde vrouw. Oké. Okay. Oké. Okay. Okay. En vind je ook dat ze politiek gezien wat kan? Ja. Ze was, ze, hoorde tot, ze was een winnaar bij de vorige verkiezingen. Weliswaar viel de winst uiteindelijk, toen alles geteld was, dan een beetje tegen. Maar ze was wel de winnaar. Ja. Ze was wel minister van Financiën. Ja. Dat was Hoekstra, dat is hij niet meer. Nee. Dus ja, je ziet, het telt wel. Dus jouw strategische stem heeft goed, goed gehoord. <laughs> of, dat, of, dat, of dat nou mijn stem was? Nee, dat denk ik. Dat denk ik nou ook weer niet. Ja. Ik denk wel dat, 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 dat mijn type van stem. Dat dat meer voor is gekomen bij die. En dat dat iets te maken heeft met die toen gunstige uitslag voor D66. Ja, ja, ja dat wel. denk ik wel. Ja. Dus dat is een vrij simpele overweging. Tenminste, nog enig progressief geluid in dat kabinet zit. Ja. Dat is natuurlijk al een vrij sleetse club, eerlijk gezegd. Ja. Oké, okay. nou dat was hem voor nu. Uh, abonneer je op deze podcast in je app. Uh, dat doe je heel simpel door te klikken op het plusje of op abonneren of op het belletje fijne daaraan is, is dat je dan vanzelf een seintje krijgt als er weer een nieuwe aflevering is. Gaat de service van de zaak dus. Tot de volgende keer. Ja, de kneuzen zijn van harte welkom. Ja, zeker. Wat kun je zeggen van een eeuw waarvan pas 20% voorbij is? Down down The The other down. Down. Begin het nieuwe jaar goed met een terugblik op de eerste jaren van deze eeuw. Verteld door Maarten van Rossum. Veel mensen zeggen, nou dat kan helemaal niet. Je moet gewoon wachten tot de eeuw afgelopen is. Maar dat is wel erg lang. En bovendien ben ik er dan niet meer om mijn gedachten erover te laten gaan. Het luisterboek download je nu via de link in de show notes. Waarom moet je je mobiele telefoon s'avonds niet op je nachtkastje laten liggen? Julian Jachtenberg legt het uit in de podcast Sea Level. En die luister je nu via de link in de show notes. En wil je weten wat podcasting voor jou kan betekenen? Kijk dan op Streamy.audio. Streamy met een Y.